Hey, een hele goede morgen. Het is weer een nieuwe week en we gaan weer zien wat de week brengt. We doen even de gordijnen open, wat niet lukt als je zit. Wat gedoe, nu al. Dus dat. We gaan zo eerst even Sarah uitlaten. Dan ga ik veel huis schoonmaken en alle was doen. Want overmorgen komen mijn ouders alweer thuis. En morgen heb ik geen tijd, want ik moet naar de tandarts en is Rob zijn diploma uitreiking. Want die is geslaagd voor zijn opleiding. Dus dat, we gaan nu even saai doen. Die heeft daar vast wel zin in, denk ik. Ja, yes, hè? Ben je eruit? Ja. Dus tot zo. In ieder geval al super lekker weer vandaag op de maandag. Alleen een beetje jammer dat ik dan al vanaf woensdag weer moet werken. Maar goed. Dat zien we dan wel weer. Het is echt lekker buiten. Op zich wil ik wel weer goed gezond gaan eten en zo, maar ik heb nu echt trek en ik ga gewoon even lekker de tosti maken. Ja. Zo, nu even snel die tossies naar binnen werken en dan heel veel wassen doen en stofzuigen, dweilen, stoffen, alles gewoon weer. Dus tot zo, het huis is wel lekker schoon, alles ruikt heerlijk naar detox. Ik hou van detox, weet je. Alles lekker door te luchten en te doen. Dus ze kunnen ook lekker naar buiten als ze wil. Niet dat jullie het museum een beetje overbelicht. En het is lekker schoon. Ik moet alleen nog 3 wassen draaien. Ik moet hier nog eentje ophangen ook, zie ik nu niet meer vergeten. En dus gaan we even serie tussendoor kijken. Dus. Ze zit maar voor het raam te wachten tot mijn ouders terugkomen. Ze moet echt nog 3 dagen wachten. Beetje. Kijk eens. Even serieus, dat ik Funko spaar, dat wisten jullie al. Maar van Riverdale had ik ze al allemaal en nu komt dus een nieuwe lijn uit na het nieuwe seizoen, of bij het nieuwe seizoen. En ik heb en die vind ik ook wel heel leuk, dus die wil ik ook sowieso gaan halen. Dus dat wordt sowieso weer... Ik zat daar niet bij stilgestaan, maar afgaande op de zijn 30, 80 euro minimaal zo. Fijn weer. Maar goed, ik wil ze sowieso gaan. Kijk hoe leuk. Ja, ik vind ze echt heel leuk. Wat ik ook al gezegd, dat ik heel blij ben met deze camera. Hij past zichzelf echt goed aan. Alles is automatisch. Fucking vet gewoon. En zij ligt nog steeds op mijn ouders te wachten. Dus het is een beetje echt vervelend vandaag. Maar ik vind het ook wel zielig om te straffen, maar goed. Toch mijn kind. Een soort van. Dus we gaan ook even naar de bios nog, naar Doris. Die heb ik nog niet gezien. Samen met Rob. Die is nog boven zich klaarmaken, want we hebben net gegeten. Tortilla's met gehakt en groenten en alles. Dus even wachten tot hij klaar is en dan gaan we Oscar ophalen. Over een uurtje. En dan gaan we weer naar de bios. Dus kijken of die wat is. Laat jullie weten. Heb je zin in, Dobie? Ja. Dan gaan we niet naar. Naar filmen van ik denk, oh mijn god, waarom doe ik dit? Het schijnt gewoon heel leuk te zijn hoor. Mijn moeder heeft in de broek gepist, zegt ze met mijn tante, dus dat moet op zich goed zijn, denk ik. Ja, maar die is al op leeftijd, hè? Leeftijd, jij zijn allebei over de 50 jaar. Oh, man. Goedemorgen, het is inmiddels alweer dinsdag. Ik ga zo naar de tandarts en de mondhygiëniste. Dat is voor de eerste keer dat ik daarheen moet, trouwens. En als ik die verhalen zou horen, denk ik, nou, dat wordt niks voor mij. Ja, ik ga het toch maar. Ik krijg 7 kleuren stront nu, maar goed. Ja, dus ik zie jullie daarna wel weer, als ik nog blijf. Nou, ik ben er, maar ik heb er echt geen zin in. Dan kut dit. Ik hoorde dus dat die mondhygiëniste met haakjes alles schoon gaat maken. Sorry, maar het lijkt me geen prettig gevoel. Oh, ellende. Ja, we gaan eens eens kijken of het echt zo is. Dus... Zo, ik ben net bij de tandarts geweest. Zij zit nu even te poepen. Lekker ook, verdeeld. En we gaan dus nu zo naar Rotterdam om te kijken voor nieuwe kleren voor op zijn diploma uitreiking van vanavond. Dus, ingekocht.
mezelf het leukste om te kopen. Oh mijn god, mijn jongen is echt niet goed. Ik laat het dadelijk wel zien als ik het aan heb. Ik ga nu even slapen. Doei. Dag. Dit is het geworden. En nee, het wordt niet gesponsord. Jammer genoeg. Gaat er naar Rob's school. Krijgt hij eindelijk een diploma. Dus nu nog op de wc. Dus. Lekker doen. Alles klaar. Ik had niks mee te maken, ik zweer het. Vroeg wat? Jaas. Jaas. Eindelijk je diploma. Jaas. Eigenlijk niet in mijn lens, dan gaan we schoonmaken. Jaas. Rob, ben je blij met je diploma? Ja, je gaat gelijk naar zuipen. Nou, gaan we. Dat is echt niet te doen. Nou, en ik ga maar naar boven om te editen dan, hè? En ik ga RuPaul Drag Race kijken. Wat ga je kijken? RuPaul Drag Race. Ja, je doet lekker al licht uit. Ja, toch? Nou, dan ga ik lekker ijskoffie van Starbucks dan maar. Om te focussen. Altijd lekker. Dus, dat. Oké, ik moet dus echt editen, maar ik zag ineens in de meldingen dat ik... Nee, hier staat het echt als bij Finn. Dat ik, dat Nienke iets op heeft geloopt. Moet ik praten? Ja, was je dat? Dus ik zit nu even Nienke kijken. Ik spreek erop om te kijken. Ik kijk, wat zij kijkt. Ik kijk, dat zij kijkt. Ja, dus dat. En dan snel verder. Kwam je later in de klas dan dat de klas begon? Bij vrijdag. Dus dat. Even serieus, het is nu... 11:30 PM. Ik ben eindelijk aan het editen en dan doet die graf computer dus weer niet. Ik word er zo moe van. Dat is het enige waarvoor ik hem gebruik, hè? Dat is het derde filmpje wat ik maak en hij loopt gewoon vast. Goedemorgen. Het is inmiddels woensdag. Ik moet zo echt... Oh. Om 3 moet natuurlijk de video online komen. En is dat wat gelukkig, want hij werkt gewoon niet mee met mijn computer. En daar ben ik wel van, want dan geef je zoveel geld uit voor een Apple ding. En dan werkt het gewoon niet. Dus ik ga het zo dat we deze nog proberen. Ik ben echt... Fucking moe nog. Zo, ik heb mijn computer maar even beneden gezet zodat ik gewoon bij de hond kon zitten, anders was ze weer zo lang alleen. Het is gelukt, eindelijk. Deze video, niet deze, de vorige video die komt gewoon online om 3 uur. Ik heb geprobeerd te blurren, maar dat lukt niet helemaal. Hij zei dat ik nog iets op moest slaan ofzo, maar dan deed hij het pas. Dus ik heb geen idee of dat hij het nou gedaan heeft of niet. En of het nog kon of niet, want er stond, is niet helemaal opgeslagen, probeer het opnieuw of laat gewoon de eerste mensen kijken zonder geblur. Nou, ik heb zoiets van, kijk maar zonder geblur dan, want zo erg is het niet dat je iemand ziet. Die mensen komen er toch nooit achter, want dat zijn allemaal Duitsers. Dus, ik ga nu even wachten tot het 3 uur is dan, wel met de serie, want dan kan ik alles gaan... Noem je dat? Promoten. Want ook dat moet gewoon gebeuren. Dus. Sarah zit zat volgens mij. Sarah zit alleen maar te piepen en te doen. Ze wil echt heel graag dat mijn vader moet terugkomen. Ik ga daar ook niks aan doen. Dus. Gaan we even serie kijken. We zijn gelijk weer even een film aan het reserveren voor vanavond. Oh, dat is wel fijn. Ik zit achteraan. Vind ik altijd heel fijn om achteraan te zitten. En het is gelukt. Jee. Ga naar Anna. Dus dat. Oh, ja. Zo, ja. En wordt scherp. Wat is hij aan het doen? Wordt scherp. Wordt even niet scherp of zo. Apart. Staat hij nog wel? Hij staat nog automatisch, apart.
Oh, nu ben ik wel beschermd volgens mij. Dus we hebben de bios gereserveerd voor vanavond. Gaan nu nog even serie kijken, dadelijk alles promoten. Voor de video van deze week. Want ja, jullie kijken natuurlijk een week later. Want ja, anders gaat het niet. Dus. Dan mogen jullie drie keer raden wie er weer met in de zon ligt. Je ziet gewoon het staartje stiekem crispen, dat is een beetje verkeerd. Maar gewoon een heel beetje niet reageren. Ja, Saar? Saar? Hey. Dappie. Vleermuis? En god, is toch echt zo'n leuk zo'n beest. Dat is shot ook van de hol. Lag ik hier net? Volgens mij wel. Oh, dus ik kan zo zielig kijken. Nou, gaan we serie kijken. Het is inmiddels 4:15. En ik weet nog steeds wel moeten eten. Dan moet ik ook nog vanuit de winkel. Echt super handig. Dus nu kan ik het jullie vragen, hebben jullie een idee, maar dat schiet ook niet op. Aangezien dit pas volgende week online komt. Dus. Oh, wat een gedoe. Ik ga het even. Ik ben echt lui vandaag. Dat is niet normaal. Ik ga het even. Oké, ik ben nu dus bij de winkel en ik heb nog steeds geen idee. Is het een tactiek om gewoon door de winkel heen te lopen en te kijken maar wat je wil? Het is ook een beetje gezeur, want roppelen is natuurlijk ook bij niks. We gaan even kijken. Dus, laat je dat wel weten wat het wordt. Nou, ik heb iets gevonden, het is niet heel boeiend of zo hoor. Ik ga gewoon weer gebakken aardappeltjes maken. Maar dit keer met speklapjes. En wortels voorop, want die lust niks. Ik neem zelf witte bonen, tomatensaus, want dat vind ik zelf heel erg lekker. Dus dat. Dan ga ik nu maar even een beetje computer of zo. Ik weet dan ook niet, hè? Hij staat nu toch beneden. Jongen, jongen, zielige kutkneus hier in de Kloosterwijk. Ze zijn hier nu zo weer vuurwerk aan het afsteken. Nou, even serieus. Hond gelijk overspannen in het washok, hè? Want ja, die zat ze dood. Maar ik dacht, kut om nu naar de bios te gaan, want ik vind het heel zielig. Maar we gaan toch even. Ik laat de tv zo gewoon aan voor je. Het is een beetje geluid. Ik kan er nog uit laten, maar het krijgt er echt niet meer bij. Gewoon kut vuurwerk. Nu al. Fucking oktober, doe normaal. Echt hatelijk. We gaan naar. Naar. We zoeken het gewoon even op. Een simpel favor, oké? Okay. Lijkt me echt leuk. Dus laat je weten hoe het was. Tot zo. Zo, we zijn weer terug. Die film was echt super grappig. Echt grappig, leuk gewoon. Ik dacht eerst dat hij heel grappig zou zijn, maar je moest best wel nadenken over het doen. Dus het is nu 1:30, maar ik heb nog even een serie gekeken. Ik vond het zielig dat ze heel laat alleen was. Dus ik ga nu naar bed en morgen weer mijn ouders ophalen. Vliegveld. En ja, verder weet ik het nog niet wel gaan. Dus later. Zo, ik heb een gedoucht vandaag, maar ik heb nu net het hele huis schoongemaakt. Omdat ik mijn ouders zo erop ga naar het vliegveld. Ik heb het wel de hele week al gewoon bijgehouden hoor, maar ik heb het nu nog een keer gedaan. En ik kan gewoon weer douchen, het is echt niet te doen. Meer heb ik net schoongemaakt ook, dus eigenlijk wil ik ook weer niet. Ik moet sowieso nog een keer, want dan gaan we vanaf zoeken naar de bio's. En even serieus, kijk dit. Dit is toch niet. Wat moet ik hier nou mee? Mijn moeder zou zeggen: dat heb je in je klauwen laten duwen. Echt, het is niet te doen. Nog even snel de laatste dingen en dan. Richting Rotterdam en het vliegveld. Dus. Zo, het
is inmiddels tijd om te gaan. Ik zou proberen haar reactie zo meteen ook te filmen. Want het is een beetje verdrietig, hè? Ja. Ze komen bijna thuis, hè? Kindje gaat ze halen, hè, voor jou. Ja. Ja, wat is dat? Moet ze gaan halen voor je? Oude trut is het gewoon. Ja. Drie keer raden, ik ben weer te vroeg natuurlijk. Dus ze horen niet te landen dan. Maar... Zit er een serieus maar één iemand in de toren hier? Dat zou wel goed zijn toch? En mensen, drie keer raden. Dus ik kan weer lang meer wachten. Wat een feest, hè? Het is inmiddels weer vrijdag, vanaf vandaag ga ik weer werken. Nog een feest. En ik kan nergens mijn riem vinden. Schat, is dat? Dus. De hand ook niet. Nee. Dus vandaag lekker werken en dan gaan we zien wel wat er gaat gebeuren. Ik denk niet veel. Maar. Dus. Ja, dat is weer, hè? Ja. Fijn, yeah, ik ga nog maar even serie kijken en een beetje bij slapen, want eerder reclame is vannacht, weet ik veel hoe laat. En ja, moet wel goed geslapen hebben, toch? Of niet dan? Dan ben ik de rest van het weekend niet te genieten dadelijk. Dus ik ga even lekker bij slapen en serie kijken. Oké, ik laat dus nu eindelijk gewoon mijn camera vallen, mijn nieuwe camera, op de badkamervloer. Dus het schermpje is een klein beetje schadig, helemaal aan de onderkant. Maar zo erg is het ook weer niet. Want hij doet het nog gelukkig. En hij zoomt nog gewoon en zo. Ja. Ja, hij doet het gewoon nog goed. Dus dat waar het in nog doet. In ieder geval. Dus ja. Zo, goedemorgen. Het is vannacht 3 uur geworden of zo aan het werken. Mijn camera doet een beetje slecht. Weinig licht is. Ik ga nog even serie kijken en dan dadelijk weer werken. Misschien gaan we nog wat doen, zo tussendoor. Ik laat dat jullie weten. Gaan doen. En dan misschien krijg ik hier nog een beetje energie van vanavond om te werken. Dus ik heb lekker een shakeje met fruit gemaakt. Dus fruit, alleen aardbeien en kiwi. Dus ook fruit, maar goed. Dus ik vind het wel lekker ook. Hopelijk het volhoud. Hey, het is inmiddels zelfs maandag. Het was gisteren zo druk op mijn werk en zo. Dat ik niet eens meer kon filmen toen ik thuis kwam. Ik was zo moe. Dus het is nu maandag dus en ik ga zomaar deze video editen. Even kijken of die leuk genoeg is. En dan is ja, pech weer. Dus dat. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. En vergeet niet te liken en te abonneren. Yeah. Later.